Like deze video binnen 3 seconden als jij mij ooit wilt tegenkomen in Roblox en als wij samen een keer moeten gamen. Mijn naam is DutchTuber en vandaag speel ik een verwende tiener. Oh jongens, ik heb jullie reacties gelezen. Jullie wouden het allemaal. Een verwende tiener die met de creditcard van haar vader in Roblox is beland. Oh gosh jongens, dit gaat al mijn Robux kapot maken. Ik weet het nu al. Dus wij moeten eerst hier naartoe lopen, zodat we ook daadwerkelijk een tiener zijn. Let's get it. Ja, ik wil een tiener spelen. Oh jongens! Wij zijn een tiener in Roblox. Met andere woorden, of nou ja, een tiener, een verwende tiener, een rijke tiener. Iets wat ik eigenlijk helemaal niet wil zijn. Maar goed, hij zegt poepje. Hey. Oh nee, ik krijg nu al bloemen aangeboden. Ik vind het awkward. Ik ben een rijke tiener en jongens vinden me leuk. Ik weet niet wat ik hiervoor moet vinden, jongens. Ik heb deze bloemen voor jou. Ah, lief. Moet natuurlijk wel aardig blijven. Heel lief, dankjewel. Oh, kijk, hij heeft me bloemen gegeven. Ik ben een jongen! Ik ga iets kopen, want ik ben verwend vandaag. Oh, hij wil toch geen relatie met mij, hè? Vrienden? Natuurlijk. Kijk, weet je, ik ben dan misschien wel een verwende tiener, maar misschien kent deze jongen mij wel en ik ben altijd aardig tegen mijn kijkers, dus... Oké, jongens. We gaan naar de shop. Onze eerste aankoop. Oké, als we maar gewoon niet iets kopen wat te duur is, want ik moet natuurlijk wel rekening houden met mijn eigen Roblox balance. Oké, daar gaan we. Wat kunnen we kopen? Er zit vast wel iets cools bij. Is er iets waarvan ik echt moet denken van ja, dat is iets wat ik nodig heb? Een blimp. Een blimp. Dat is een eigen zeppelin. Hey, dat is wel iets wat gewoon echt alleen een verwend meisje bedenkt gewoon om te kopen. Gewoon je eigen zeppelin. 1000 Robux. Jongens, hey, luister. Dat is gewoon meer dan ik normaal gezien in een maand probeer uit te geven. Maar ik ben verwend en ik moet wel. Oh, jongens. Oh, nee. Ik heb het gedaan. Oh, wat erg dit. 3, 2, 1. Jongens, beseffen jullie je wel dat ik gewoon iets heb gekocht waar je niks mee kan? Maar ik ben verwend. Oh, oh, Nick. Welkom, Nick. Dit is mijn speeltje. Like, dit is gewoon voor mij een normale zaak. Ik bedoel, ik ben een rijk verwend meisje. Oh, jongens, dit is zo naar. Serieus? Ja. Van papa gekregen. Oh, ik vind het nu al geen leuke rol meer. Jullie wouden dit. Iedereen in de comments. Verwendert die. Je bent vast heel rijk. Ik niet. Papa wel. Ah, come on. Wat doen jullie mij aan? Kom alsjeblieft niet met meer van dit soort ideeën, jongens. Want ik probeer het voor jullie uit te voeren. Maar dan sta ik hier in een zeppelin. Wil je trouwen? Waarom vraag ik dit? Ik ben echt heel raar bezig. Zeg geen ja, Nick. Nick. Je kijkt echt alsof je verliefd op me bent, Nick. Moet ik ook... Oh, ik ga ook zo'n houding aannemen, denk ik. Kan dat? Ik weet niet eens hoe dat moet, joh. Ik kan wel flossen. Hij zegt tuurlijk nee! Oké. Nice. Top. BFF's. Maar dan getrouwd. Ik weet het niet. Ik weet echt niet wat ik allemaal zeg, jongen. Dit is zo raar. Oké, aankoop 1. Check. Oh, kan ik hier uitspringen trouwens? Nee, toch? Zou dat kunnen? Oké, Nick. Daar gaan we, Nick. Het is nu of nooit, Nick. Het is nu of nooit, Nick. Oké, Nick. Daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, ja! Oh gosh. Waar is mijn parachute? Ik ben misschien onder de map terechtgekomen. Jongens, echt waar. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik ga naar school. Of nee. Wacht. Ik ben verwend. Ik zit op een privéschool. Natuurlijk zit ik niet op een normale school. Dat kan helemaal niet. Oh, jongens, ik... Wacht eens even. Is dat daar een limousine? Zeg me alsjeblieft niet dat er een limousine te koop is in de shop. Zeg me alsjeblieft niet dat er een limo... Er is een limo te koop! 3, 2, 1. Oh. Jongens, beseffen jullie je wel dat ik net een limousine heb gekocht alsof het niets is? En hem span alsof het niets is? Oh gosh, jongens. Wij zitten in onze eigen limousine. Dit is zo... Waarom vind ik dit leuk? Ik weet niet eens waarom ik dit leuk vind. Ik ben letterlijk een verwend nest. Dat is tenminste wat ik moet voorstellen.
En ik heb geen eens een rijbewijs. Dus dit is iets wat niet mag, jongens. Dit is ook iets wat je nooit, nooit, nooit moet doen. Oké, wat doen rijke, verwende, soort van Amerikaanse tieners nog meer? Er moet iets zijn wat ik nog niet heb gedaan. Ik heb een Zeppelin gekocht. Ik heb een limousine gekocht. Er is meer. Er is vast meer. Kijk, een huis. Ik heb bijna alle huizen al. Dat weet je, dat is ook niet nodig, want ik ben een tiener. Weet je, ik woon nog bij mijn rijke vader. Dus dat is helemaal niet noodzakelijk. Laat ik eerst even een ritje maken in de neighborhood. Ik heb één BFF waarmee ik getrouwd ben. Oh, wat is dit? Een huizenshop? Is er letterlijk gewoon een winkel waar je huizen kunt kopen? Oh, ik ben een verwende tiener en ik moet naar een huizenwinkel. Met de creditcard van mijn vader. Dit kan niet goed gaan. Hallo, ik ben van Island Life. Ik heb nieuwe huizen te koop. Zeg maar alsjeblieft niet dat het te dure huizen zijn. Oké, laten we eens even kijken. Welke hebben wij nog niet? De mansion. Oh nee, jongens. Het allerduurste huis in dit spel. En ik ben een verwende tiener, dus ik moet wel. Oh my gosh, jongens. Ik zei net nog dat ik bij mijn vader woon, omdat ik een verwende tiener ben. Maar in dit geval, toch niet. Oh nee, Nick. Oh nee, Nick. Sorry. Gaat het wel? Wat? Nick. Gaat het wel? Nou, Nick, ik weet niet wat er met Nick aan de hand is, jongens. Maar dit is niet goed. Dit is niet goed, Nick. Ik pak de bezem. Hij zegt, het huis is huge. Thanks. En dan gaan we weer. Papa heeft het betaald. Ik wil dit niet meer, jongens. Geef mij nooit meer dit soort rollen. Nee, ik vind het wel leuk om een keer te doen. Maar dit is echt, jongens, dit is vreselijk. Ik heb zoveel reacties gezien van mensen die tegen mij zeiden. Job, speel een verwende tiener die alles kan kopen met de creditcard van haar vader. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan, jongens. Ik heb het gewoon echt gedaan. Slaapkamer nummer 1. Heel nice. En wat hebben we hier? Slaapkamer nummer 2. En wat hebben we hier? Slaapkamer nummer 3. Jongens, wat is dit, man? En hier, hij zit vast in de vloer. Ja, ik wil hem graag helpen, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe. Oh gosh, we hebben een mega keuken. We hebben hier zelfs kamers die nog ingericht moeten worden. Het leven van een verwend meisje is makkelijk. Ik wou zeggen, niet zo makkelijk, maar ik heb alleen maar op het buy-knopje moeten drukken. Oh, mijn Robux zijn weg door deze rol, jongens. Oh, deze roleplay die heeft mij echt letterlijk de kop gekost. Want ik heb namelijk mijn eigen kop niet meer, dus het is best wel letterlijk. Oké, wij hebben een huis. Wij hebben een limousine. Wij hebben onze eigen Zeppelin. Oh, jongens. Een huisdier. Wat? Poepje. Deze heb ik voor jou. Thanks. Hartje. Oh, jongens. Ik kan niet meer. Ik ga een huisdier kopen. Oh, ik ga een huisdier kopen. Dat is echt... Hij heeft me bloemen gegeven. Kunnen jullie mij de volgende keer alsjeblieft een wat mannelijke rol geven? Ik bedoel, vind het ook leuk. Maar ja, dit is gewoon misschien voor de afwisseling wel leuk. Jongens, laten wij een draak kopen. Oh gosh, jongens. Weet je, ik geef deze aan Nick. Nick, deze draak is voor jou. Alsjeblieft, Nick. Deze draak is voor jou. Omdat je me zoveel bloemen en complimentjes hebt gegeven vandaag. This is just for you. Hij zegt, oh my gosh. Ja, ben je er blij mee? Het is jouw draak. Je mag hem hebben. Hij is rood. En dat is cool, denk ik. Ik weet niet waarom. Ah, Oké, weet je wat? Nice. Is mijn huis echt zo groot als mensen denken? Oh, mijn huis is huge. En ik heb dit gewoon letterlijk net... Weet je wat, jongens? Ik ben een verwend meisje. Dat betekent maar één ding. Het is tijd voor een feestje! Oh, nee, laat maar. Het is schooltijd. Je kunt geen feestjes geven tijdens school. Hij zit vast in de grond. Ja, ik denk dat ik papa maar moet laten betalen om de draai. We gaan naar het zwembad. Zwembad. Let's go. Oh. Snel, zwembad. Op naar het zwembad, Nick. Dat is het enige wat ik nog moet doen. Ik moet als een verwend meisje zijnde een lekkere... Oh, wacht. Dan moeten we eigenlijk wel eerst zwemkleding aandoen, of niet? Helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Ik moet natuurlijk mezelf een dure ketting geven. Oh gosh, jongens. Dat meen je niet. Ja, tuurlijk. Ik ben een verwend meisje. Die houden... Wacht even. De allerduurste jurk kost 400. Oh gosh, jongens.
Oh gosh, jongens. Oké, wacht even. Hoe gaan we dit combineren überhaupt? Ik moet denk ik iets roze hebben. Wat is roze en past hierbij? Ja, ik heb het denk ik gevonden. En nu nog een dure ketting. Oh, er zijn nog veel ergere dingen die je kunt kopen. Oh nee, jongens. Gaan we wings kopen? Nee, we gaan geen wings kopen. Ik wil een ketting hebben. Is dat hier misschien een ketting? Oh, je hebt hier heel veel kettingen. Chain. Nee, niet echt. Oké, wat kunnen wij nog... Wat zou een verwend meisje of een verwende jongen, maakt helemaal niets uit, nog meer per se willen hebben? Een roze rugtas. Jongens en meisjes, check out. 900 munten! Ik heb het gedaan. Oh gosh. Dit hier is mijn nieuwe outfit. Nick, vind je me mooi? Nou, dat is het laatste wat ik nog even wil weten. En dan ben ik tevreden. En dan... Hij vindt me mooi. Thanks. Jongens, dit was mijn video waarin ik het leven aan het leiden was van een verwend meisje. En ik ga weer even in mijn zeppelin, want... waarom ook niet, zou ik zeggen. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Spam in de comments wat ik de volgende keer moet spelen. Huh? Tot de volgende keer. En ik zeg adios.